We'll be right back.
Ja, in het schone Zuid-Limburg leeft en werkt een bloeiende gemeenschap. De vader van dit kind en duizenden met hem werken in het hart van één gemeenschap, de mijn. Dat is Nol en zijn kameraad Schenk. Ze wonen naast elkaar in dezelfde straat. Ze staan naast elkaar aan het koolfront. Ze hebben dezelfde liefhebberijen, vooral de duiverskort. Bovendien, ja Nol, we hebben het over jullie, maar geneer je niet. Over een half uur gaat de bus, laat je dus niet ophouden. En dat is Bongers, ploegbaas. Hij heeft 13 kinderen, niet Bongers? 4 volwassen dochters, getrouwd met mijnwerkers. En 4 zoons die ook op de mijn werken. En dit is Schenk Kusters. Over een paar jaar zit het erop, Schenk. Dan ga je met pensioen. 40 jaar ondergronds. En hier Houwer Wetzels, Houwer Damen, Houwer Jurissen. En over deze mensen gaat de film. Over de duizenden die hun bestaan vinden honderden meters onder de grond. En over die andere duizenden die bovengronds werken. Psycholoog, verbandmeester, portier en de bedrijfsleider, lasser, tekenaar, mechanicien, secretaresse, bankwerker en de baas, bureaubeambte, telefoniste, badmeester, laborant, elektricien, bedieningsman en de ophaalmachinist. Want allen vormen één grote gemeenschap. Bij de portier neemt ieder zijn penning in ontvangst. Deze penning geeft hij af bij het betreden van een schachtkooi. Men weet nu, hij is ondergronds. Het is iedere dag hetzelfde beeld, 's morgens, 's middags en 's avonds, want de mijnen werken continu. Nummer 2745, Harry Schaaks, schiethouwer. Een goed vakman, voorzichtig en secuur. Met zijn luchthamer boort Schaaks de schietgaten, welke met dynamietpatronen worden bezet. Om de steenkool te bereiken, drijft hij in het gesteente horizontale gangen. Nauwkeurig wordt de steengang afgelicht om zeker te zijn dat geen explosief mijngasmengsel aanwezig is. Nummer 1329, Hein Hekman Houwer. Een vlotte kameraad waar je beter een glas bier mee kunt drinken dan ruzie maken. Niet Hein? Dat niet, majoor. Voor hem de kool, boven hem de betimmering die hem beveiligt. Achter hem de transportband die de losgemaakte kool naar het eind van de pijler voert. Thank you.
spiegel maar op voor mij! De spiegel maar op voor mij! Hein heeft de opzichter nodig. Het ondergrondse werk kan alleen goed en veilig gebeuren in een sfeer van uitstekende samenwerking en kameraadschap. Nummer 1170, Sjer Smeets, Lader. Smeets was de jongste uit een boerengezin. Maar ondergronds werk betekende goed loon en dat was het wat Smeets naar de mijn bracht. Hij stuurt een onafgebroken zwarte stroom van kolen in de lege wagens. In het uiterste zuiden van ons land ligt een kostbaar bezit. Eigendom van het gehele Nederlandse volk. Staatsmijnen in Limburg. De mannen van de mijn wonen verspreid over geheel Limburg. Vele duizenden mensen zijn iedere dag en iedere nacht onderweg van hun huis naar de mijn en omgekeerd. De bus is daarbij een onmisbaar vervoermiddel. Meer dan 100 bussen rollen vrijwel onafgebroken over de Limburgse wegen voor het mijnwerkersvervoer. Overdag, in de late avond en in de prille morgen. Meter hoog staat hier de machtige schachttoren, het centrale punt van iedere mijn. Daaronder de nauwe verbindingskoker tussen het ondergronds- en bovengrondsbedrijf. Over een reusachtige draaischijf loopt de zware stalen kabel, waaraan twee liften zijn opgehangen. Liften met 4 etages, waarmee het vervoer van mijnwerkers en kolen en materiaal plaatsvindt. Als de ene lift rijst, daalt de andere. Als de ene beneden is, is de andere boven. De benedenste etage van de kooi staat voor de losvloer. De volle wagens worden uitgestoten, de lege wagens ingeduwd. De tweede etage komt voor. De derde etage komt nu voor de losvloer. In de ondergrondse laadplaats worden de volle wagens ingeladen, de lege gelost. Door middel van bel- en lichtsignalen staan de seingevers aan de schacht voortdurend in verbinding met de ophaalmachinist, die met aandacht de snelheidsmeter en de wijzers van de hoogtemeter volgt. Wat gebeurt er nu met de gewonnen steenkool? Deze wordt op 7 gekiept, waarbij de grove stukken worden afgezeefd. De gruiskool valt door de 7 en wordt naar de wasserij gevoerd. De stukkool glijdt verder over een leesband. Met de kool komt steeds een hoeveelheid stenen naar boven. De grote brokken steen worden met de hand van de leesband genomen. Kleinere stenen in de gruiskool worden mechanisch in de kolenwasserij verwijderd. Eerst wordt de gruiskool via een transportband gestort op sorteerzeven en gesplitst in nootjes en fijnkool.
De nootjes en de fijnkool worden vervolgens apart gezuiverd van stenen in verschillende soorten wasmachines. De gezuiverde kolen worden in bunkers verzameld. Zelfs 3500 ton fijnste kooldeeltjes worden iedere dag uit het zwarte waswater gewonnen. Hiervoor hebben de staatsmijnen een flotatieinrichting voor kolen, de grootste ter wereld. Kolenwassen is een gecompliceerd proces. Nergens komt duidelijker tot uiting met hoeveel zorgen er gestreefd wordt in de zin van een wetenschappelijk bedrijfsbeheer zelfs het kleinste nuttige deeltje te behouden en een scherpe scheiding te verkrijgen tussen kool en steen. Alle steen wordt op de steenbergen gestort, een gedeelte wordt weer aan de aarde teruggegeven. Immers, waar kolen gedolven worden, ontstaan open ruimte die gevuld moeten worden. Men kan hierbij twee dingen doen. Of men vult die lege ruimte op met stenen uit de wasserij, of de ondersteuning wordt weggehaald en het dak zal breken onder de geweldige druk. In de steengang op meer dan 5 kilometer van de schacht staat bedieningsman Bonnema bij de wagenkiep. Tien meter verder in de galerij staat Hein Klomp aan de blaasmachine. Door de buis van de blaasmachine kan hij in verbinding staan met zijn kompel Hein Palmen, die 400 meter verder de stenen in de pijler stuurt. Hallo! Wat is er? Kan ik lassen komen? Laat maar komen! Met grote kracht vliegen deze stenen tot in de uiterste hoeken van het pand en vormen een compacte massa die de gebergde druk kan weerstaan. Want 300 meter boven dit punt ligt een dorpje. Terwijl honderden meters onder de grond een machtige industrie op volle toeren draait, volgt hier het leven de rustige gang der seizoenen. En toch, met onzichtbare banden is heel deze kleine gemeenschap verbonden met wat er onder de aarde geschiedt. Want Hansje boft dat zijn vader bij de stenenkieper wat anders te doen heeft dan zich druk te maken om de kwajongensstreken van zijn zoon. En met schrik bedenkt zijn vrouw op dit ogenblik dat ze alweer vergeten heeft een nieuwe lap te zetten op de werkbroek van haar man. En die jonge kerel die een dag vrij af heeft genomen om aan te tekenen op het gemeentehuis, stond anders kolen te scheppen op de transportband. En dit kerkje staat precies boven de plaats waar Houwer Werner het ontkoolde pand met stenen vult. Dat kerkje zou misschien verzakken als men het pand zomaar liet instorten. En daarom veegt Werner zich het zweet van het voorhoofd. Het pand is weer 10 meter gevuld. Het volgende stuk is aan de beurt. Achter het net van kippengaas gaat de koolwinning inmiddels ongehinderd voort.
Onderwijl vindt in de opleidingsscholen van de Staatsmijnen, de zogenaamde ondergrondse vakschool, het onderwijs plaats aan de toekomstige mijnwerkers. In juni jaren geleden zag het er in ons land wel een beetje anders uit dan tegenwoordig. Trouwens, in heel West-Europa. Het was er vochtig en warm en het land was bedekt met geweldige oerwouden. Daar groeiden varens, niet van die kleintjes, zoals je ze nog wel vindt in de bossen, maar huizenhoge planten. Ook heel vreemde bomen hadden haar wortel geschoten in de moerassige kustvlakten. Trotse paardenstaarten, zegelbomen, wel 30 meter hoog, en schubbomen. Die bomen en planten hadden natuurlijk niet het eeuwige leven. Ze stierven af en zakten in het moeraswater weg. En daarmee was de steenkoolvorming begonnen. Kijk maar, hier zien jullie nog duidelijk de afdrukken van plantenresten in de stenen. Want dit moeten jullie goed onthouden. Steenkool is ontstaan uit plantenresten. Metersdikke veenlagen werden zo gevormd. En toen, in de loop van duizenden jaren, begint de aardkorst te zakken, heel langzaam. De rivieren in de kuststrook gaan sneller stromen, brengen veel steengruis mee en over de plantenlaag vormt zich een dikke laag van klei en zand. Tot de kustzee weer zo ondiep werd dat hetzelfde spelletje weer opnieuw kan beginnen. Zo, een laag planten, een laag klei, daarom wordt de steenkool ook in lagen gevonden. En nu begint het eigenlijke inkolingsproces. De plantenlaag is afgesloten van lucht en licht, en door de druk van het gesteente en de warmte ontwijken de vluchtige bestanddelen, zoals bijvoorbeeld zuurstof en waterstof, waardoor het koolstofgehalte stijgt. Dus hoe ouder de kool is, hoe minder van die vluchtige bestanddelen we aantreffen en hoe meer koolstof. We spreken dan van magere kool. Jongere steenkool is rijk aan gas, deze steenkool noemen we vetkool. En nu het allerbelangrijkste. Vetkool is grondstof. Daar maken we kooks van en gas. Magere kool is energie, warmte, elektriciteit. Vanuit de centrale gaat de stroom naar de schakelwacht. Om deze stroom op te wekken gaan de kolen eerst vanuit de diepe bunkers naar de maalcentrale. Daarna worden ze vermalen tot poederkool. Gemengd met lucht wordt de poeder in de vuurhaarden van de stoomketels geblazen. Oogwenk verbrandt de poederkool tot as. Het water in de ketels gaat over in stoom en de druk in de ketel stijgt tot grote hoogte. Stoom onder hoge druk betekent kracht. En deze kracht gebruikt men in de centrales om met stoomturbines de grote dynamo's in beweging te brengen waarmede de elektriciteit wordt opgewekt. In de schakelwacht heeft de bedieningsman een nauwkeurig overzicht van de stroomopwekking en stroomverdeling. Een deel van de stroom die in de centrales van de Staatsmijnen wordt opgewekt, komt beschikbaar voor de openbare elektriciteitsvoorziening. Het grootste deel echter wordt in het eigen bedrijf verbruikt. Elektriciteit, veredelde steenkool. Als men fijne magere kool vermengt met gemalen pek en hete stoom toevoegt,
ontstaat er een kneedbare massa. In de briketfabriek van Staatsmijn Wilhelmina wordt fijne magere kool verwerkt tot eierkolen en industriebriketten. Briketten, veredelde steenkool. Dat steenkool warmte geeft, wisten de mensen reeds eeuwen geleden. In het land van Rode, waar Eilbertus omstreeks 1100 de abdij van Kloosterade stichtte, lag de brandbare steen vrijwel aan de oppervlakte. En in de kronieken van Rolduc staan vele interessante bijzonderheden opgetekend van de eerste koolwinning die onder leiding der monniken bedreven werd. En met bewondering zien wij dat de monniken erin slaagden, ondanks hun primitieve hulpmiddelen, schachten af te diepen tot op 50 tot 60 meter. Nog hangen in het trappenhuis van Rolduc de trotse afbeeldingen van de eerbiedwaardige abten, de eerste mijnontginners van ons land. Zij waren de voorlopers van de moderne mijnbouw. Hun voorbeeld volgend gaat men voort met zorgzame hand de kroniek van de ontwikkeling der mijnbouw te schrijven, thans echter in cijfers en formules. Doch onze kennis reikt verder dan de mijnbouw alleen. Wij hebben geleerd dat men uit vetkool, koks en gas kan maken, grondstoffen voor tal van belangrijke industrieën. Vette fijnkool wordt vanuit de wasserij naar de vulwagens gevoerd. Dag en nacht bedienen de vulwagens de ovenkamers. Daarbinnen heersen temperaturen van meer dan 1000 graden Celsius. Door de hoge temperatuur smelten de gruisdeeltjes en bakken samen tot koks, waarbij het kooksovengas ontwerkt. 24 uur blijven de ovenkamers gesloten. Dan is de kooks gaar. De gloeiende massa wordt naar buiten gedrukt in de bluswagen. Onder de blustoren wordt met een stortvloed van water de kooks geblust. Nadat de kooks op grootte gezeefd is, wordt ze per spoor of via de eigen haven van de Staatsmijnen te Stijn verzonden aan de afnemers, zoals hoogovens, ijzergieterijen en staalfabrieken. Edelde steenkool. Het was echter niet alleen om de koks te doen, want die miljoenen kubieke meter gas die bij het fabrikageproces vrijkomen, vormen een even kostbaar product.
Installaties werden ontworpen om verschillende bestanddelen uit het gas af te scheiden en tot nuttige producten te verwerken. Zo worden in de sulfaatfabrieken de kleine hoeveelheden ammoniak die zich in het gas bevinden omgezet in kunstmest. In de benzolfabriek worden uit het gas benzol, benzeen, toluïen, xyleen, sulfentnafta verkregen. En in weer andere fabrieken wint men naftaline, creozootolie, anthraceen, pek, pyridine, geelkali. Allen veredelde steenkoolproducten. Van het gezuiverde gas wordt een groot gedeelte beschikbaar gesteld voor de huishouding en industrieën in het zuiden van ons land. Onder hoge druk stroomt het gas door transportleidingen naar de verdeelstations in de gemeenten. Tot in Vaals en Nijmegen, zegt Doggen Bos en Bergen op Zoom, komt het gas van de koksfabrieken. Al dit gas betekent veredelde steenkool. 20 jaar geleden was dat anders. Toen was het gasverbruik nog zo gering dat de staatsmijnen besloten een stikstofbindingsbedrijf op te richten om het gas tot kunstmest te kunnen verwerken. Het koksovengas moet worden samengeperst en gewassen, afgekoeld tot meer dan 100 graden onder het vriespunt. Ethyleen, koolzuur en andere stoffen worden daarbij afgescheiden, waarna tenslotte waterstof overblijft. Lucht moet vloeibaar gemaakt worden om er stikstof uit te kunnen winnen. Vervolgens worden waterstof en stikstof onder hoge druk samengebracht met contactmassa in de syntheseovens en verhit tot meer dan 500 graden. Pas dan verbinden ze zich tot ammoniak, de basis waarop hier de gehele kunstmestbereiding steunt. Nu echter steeds meer kooksovengas voor de openbare gasvoorziening wordt afgeleverd, is er niet genoeg gas meer om aan de steeds stijgende vraag naar kunstmest te kunnen voldoen. Daarom worden thans ook uit kooks de nodige gassen voor de ammoniakbereiding gemaakt in de synthese gasfabriek. In deze ogenschijnlijk ingewikkelde installaties wordt de koks met stoom, lucht en zuurstof omgezet in een stikstof-waterstofmengsel.
De compressoren persen het gas in de syntheseovens, waarin de ammoniak ontstaat. Uit het ammoniakgas dan kunnen allerlei meststoffen gemaakt worden, waarvan kalkamonsalpeter thans de voornaamste is. In wagons of verpakt in zakken gaat de kunstmest tenslotte naar de boer en deze kan al naar gelang de behoefte van bodem en gewas kiezen uit vele soorten. Kalkamonsalpeter, zwavelzuurammoniak, kalksalpeter, fosfaatammonsalpeter, NPK-meststoffen. Meer vruchten in de boomgaard. Kunstmest wil zeggen steenkool in veredelde vorm. Fabrieken zijn nodig voor deze kunstmestbereiding. Een zwavelzuurfabriek om pyriet in zwavelzuur om te zetten. Een tweede zwavelzuurfabriek om sterker zuur te maken. Een sulfaatfabriek om het zwavelzuur tot kunstmest te verwerken. Een salpeterzuurfabriek om weer nieuwe meststoffen te bereiden. Een tweede salpeterzuurfabriek. Een derde salpeterzuurfabriek. Een nitraatfabriek, een fosfaatfabriek. Maar tevens vormt het de toegangsweg tot de wonderwereld van de chemische industrie met zijn onuitputtelijke mogelijkheden. Uit naftaline, afkomstig van de koksfabrieken, wordt ftaalzuuranhydride bereid, grondstof voor de verfindustrie. Andere producten volgen in bonte verscheidenheid. Geconcentreerd salpeterzuur en contactzuur. Mengzuren en fenol. Cyclohexanon. Caprolactam. Het zijn producten met de meest uiteenlopende eigenschappen, maar de grootste verrassing vormt wel het caprolactam. Uit dit caprolactam worden in andere industrieën in ons land sterke elastische draden gemaakt, die verwerkt worden tot kousen en naaigaren, badpakken en visnetten, ondergoed en tennissnaren. Ook maakt men uit deze stoffen tandwielen en handtasjes, machinelagers en tandenborstels. Verder gaat het. Ureum, soda, zuiver ammoniumchloride, mononitrobenzol, alcohol. Zelfs de narcose-eter, met behulp waarvan de chirurg zijn heilzame arbeid kan verrichten in dienst van de mensheid, blijkt uit steenkool te worden gewonnen. Dit zijn de wonderen van de chemie, die geen stilstand kent op haar weg bij de veredeling van de steenkool. Onafgebroken wordt het wetenschappelijke speurwerk voortgezet in het Centraal Laboratorium.
een van de hoekstenen waarop heel dit bedrijf steunt. Kennis en ervaring, verkregen in alle delen van de wereld, vindt men terug in de bibliotheek met zijn rijke verzameling van boeken en tijdschriften. Zorgvuldig wordt dit materiaal bestudeerd om na te gaan in hoeverre het nuttig is voor eigen bedrijf. Voortdurend worden proeven genomen om vast te stellen hoe de chemische reacties verlopen, om te bepalen welke werkwijze men moet volgen en welke materialen men moet gebruiken. Het bestuderen van de druppelvorming, het maken van een emulsie, het samenstellen van gasmengsels, het onderzoeken van de producten. Al dit soort werkzaamheden speelt zich af bij het vervaardigen van een nieuw product of het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze. Het kiezen van het goede materiaal voor de apparatuur is eveneens zeer belangrijk, omdat het gewone ijzer door de chemische stoffen sterk wordt aangetast. Men vergelijkt de materialen door aantastingsproeven op het laboratorium en gaat na wat de samenstelling is der onderzochte metalen. En tenslotte beproeft men wat de materialen kunnen verdragen bij stoten, doorbuigen of uitrekken. In de glasblazerij worden de onderdelen gemaakt voor de proefinstallaties, waarin zich een geheel chemisch productieproces in het klein afspeelt. De uitslag van de proeven wordt gewikt en gewogen. Kan men het nieuwe product maken? Kan men het beter maken, goedkoper maken dan elders en hoe? En als tenslotte goede resultaten worden bereikt, kunnen de plannen en modellen voor een nieuwe fabriek worden ontworpen. In de directievergadering worden de technische en economische vooruitzichten van het plan uitvoerig behandeld. Wanneer na rijp beraad overeenstemming wordt bereikt, neemt de directie haar beslissing en keurt het plan goed. In de ondernemingsraad van de Staatsmijnen, waarin werknemers en werkgevers vertegenwoordigd zijn, is het nieuwe plan voorgedragen. Uitvoerige toelichtingen worden verstrekt, zodat alle leden zich een klaar denkbeeld kunnen vormen over de nieuwe schakel in de reeks van uitbreidingen. Dan komt alles in beweging voor de nieuwe fabrieken.
Van de vele fabriekscomplexen die na de oorlog werden opgezet. Deze omvangrijke chemische industrie, de grootste van Nederland, vindt haar basis in de vetkool der staatsmijnen. In 1915 bedroeg de productie 784.000 ton kolen, gewonnen door 4300 arbeiders. In 1950 werden 7.700.000 ton kolen geproduceerd door 18.900 arbeiders. Opmerkelijk is het dat sinds 1915 de gedolven hoeveelheid kool 10 maal zo groot werd, terwijl het aantal arbeiders zich slechts 4 maal vergrootte. De arbeidsprestatie, het effect, ligt nu dus belangrijk hoger dan vroeger. De oorzaak hiervan ligt in de rationalisatie, concentratie en mechanisatie van de arbeid. 34.000 wagens kolen. 6.000 wagens vulstenen. 6.000 wagens uit het steenwerk. 3.000 wagens materiaal. 16.000 personen. Dat is het transport per etmaal in en uit de staatsmijn. De kolenwagens gaan niet meer met de lift naar boven, maar blijven beneden en worden ondergronds gelost in de skip. Een grote rechthoekige bak die 10 ton kool bevatten kan. Op de commandobrug zit Bernard Meijers achter de hendels. In de ruimte onder de meetbunker bevindt zich zijngever De Vries. Als de skip op de vulplaats aankomt, wordt zij automatisch geladen. In 10 seconden is alles gebeurd. Skip klaar. In 1 trek gaat 10 ton kolen door de schacht omhoog. Bovengronds wordt de skip geleegd en de kolen gaan per transportband naar de wasserij. Machines nemen de zware arbeid over bij het drijven der steengangen, die leiden naar de pijlers waar de steenkool gewonnen wordt.
De mechanisatie waarbij zich machines kunnen voortbewegen vlak langs de koolwand was de volgende stap. De schraapbakkenpijler. Hier maken een aantal schraapbakken de kool mechanisch los. De bakken transporteren de kool tevens door de pijler naar de afvoergalerij. De bakken zijn onderling door kabels in serie verbonden en worden door een sterke lier heen en weer getrokken. Hiertoe zijn de bovenste en de onderste bak in de pijler gekoppeld aan stalen kabels die in de galerijen over schijven worden geleid. Een andere wijze van mechanische koolwinning is de schaafploeg. Getrokken door lieren gaat de schaafploeg langs het koolfront en laat de gewonnen kolen in een kettingtransporteur. De arbeid in deze pijler beperkt zich tot het aandrukken van deze transporteur en tot het verplaatsen van de ijzeren ondersteuning in de richting van het kolenfront. Hoezeer de mechanisatie in deze gemeenschap ook is toegenomen, het zijn altijd weer de mensen waar het op aankomt, de mensen die machines maken, de mensen die ze bedienen. Is hier een welvarende gemeenschap gegroeid, waarin door een zorgvuldig beheer de arbeidende mens verzekerd is van een rechtvaardig loon en alle sociale bijstand en culturele verzorging welke hij behoeft.
paradijs, maar een gemeenschap waarin men rechten en plichten van werkgevers in overeenstemming tracht te brengen met rechten en plichten van werknemers. En waarin het ieder, van slepersjongen tot president-directeur, zijn eigen taak heeft in dit grote geheel, overeenkomstig de plaats waarin hij gesteld is. In het zuiden van ons land ligt een kostbaar bezit, eigendom van geheel ons volk. Staatsmijnen in Limburg.